Ik ben in 2015 ben we een bierbrouwerij begonnen. De eerste plan om een bierbrouwerij te stichten, dat we in deze kerk in Lollum. Daar ben we zowat een jaar lang ben we daarmee aan de gang geweest. De financiën die kwamen je net helemaal op water en toen moesten we omzieken naar een oor plakje. Dan moest je me voorstellen dat als je binnenkomt, dat trok je door. Ja, je hebt voortdurend de preekstoel en het wargel in het zicht. Dat je daar natuurlijk een hele mooie entourage verscheppen kan. Neem de hele mooie raam die je erin zitten, beide kanten ik nog wel. Nou, zie dat maar eens, dat een mooie koperkleurige tjetel stenen, een mooie brouwtjetel die hier zo'n beetje in die hoeken kan te steken, in het front met de preekstoel. Een hele grote tafel hierin. Ik leef zelfs altijd een drapje naar Job en dominee, joh, hoeveel in dat te werken op snoeien, maar Sjessa is het zelfs net. Zo'n gebouw als dit, daar komen mensen bij elkaar om te praten over dingen en helemaal op mooie momenten van het leven, zoals een doop van Leeds Bensie of dat mensen trouwen. Maar het ben ik dan het plak dat mensen bij elkaar komen als ze in een rouw binnen en dat ze afscheid nemen. Maar dus dit is echt het plak dat een heel soort emoties en dat een heel soort levensverhalen lezen. En ja, zo stadig hier zo is dat een beetje losleggen van de dienst op snoeien en van de kerkelijke gemeente. Maar die behoefte, dat verlet is er zelfs nog kreklijke goed in het gebouw is er nog kreklijke geschikt voor. En wij willen het alleen maar delen met zo volle mogelijk mensen. En zou je hier een begrafenisdienst houden? We zullen je koffie drinken kunnen, dus deze ronde kunnen perfect verbruikt worden. En we kunnen vanuit dit ook mooi een Lietse kantoortje of eventueel de boekhouding hier ook doen. Ik ben al hier rond dus hier om dat mooi uiteen te zetten. We willen heel graag de gebouwen die zo karakteristiek zijn op het Friese platteland, die willen we graag behouden. Er zijn een hele grote die leeg komt, de stenen die raadje verpauperen. Wij zonden graag een mooie herbestemming aan jou willen en een deel van uw opbrengst gewoon schenken om kerken te faciliteren of interieur te zien, zodanig dat ze een nieuwe bestemming krijgen kunnen. Zie dit maar als een hele mooie mierskipsronde, die hele grote tafel hierin, maar het zicht daarop, nou, Pollemar kent het worden.